Sunil Algram Sitaldin is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties. De diplomaat is op dinsdag 28 december 2021 in zijn nieuwe ambt beëdigd door president Chandrika Persat Santokhi. Het staatshoofd sprak van een bekwame Surinamer en beroepsdiplomaat die de bijzondere taak krijgt de nationale belangen van Suriname binnen de VN te gaan behartigen. Ambassadeur Sitaldin zal ook de samenwerking met multilaterale organisaties moeten onderhouden en of uitbreiden. De heer Sitaldin zal de belofte doen. Ambassadeur, ik zal de belofte doen. Ja, president. Als u mij kunt nazeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Dank u wel. Een bekwame Surinamer, een beroepsdiplomaat, tot buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur van de Republiek Suriname, met als voornaamste taak het behartigen van de nationale belangen van Suriname. Uw belangrijkste verantwoordelijkheid zal zijn om ons land, onze geschiedenis, de idealen van onze republiek en in het bijzonder onze belangen te behartigen. En door Suriname te vertegenwoordigen, vertegenwoordig u ook de kracht en de rol van ons volk bij de Verenigde Naties in het Verenigd Huis van Naties. Daar voert u een diplomatie die betrouwbaar, voorspelbaar en bovenal innovatief is. U zet naast het behartigen van de belangen van de Republiek Suriname en haar burgers in het buitenland ook activiteiten coördineren om buitenlandse investeringen te stimuleren. Die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen en kunnen leiden tot duurzame welvaart en welzijn. Van u wordt eveneens verwacht het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in diaspora, in uw land van accreditatie, aan de nationale ontwikkeling. Het verdiepen, versterken en aangaan van bilaterale relaties zal bijdragen aan de nationale ontwikkelingsdoelen. Hierbij worden samenwerkingsverbanden aangehaald die op diverse gebieden aansluiten op de gestelde prioriteiten in de diverse beleidsdocumenten, waaronder het ontwikkelingsplan. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd vanwege de COVID-19-pandemie dwingen ons om met multilateralisme nog meer te gaan omarmen. Door gezamenlijk de veelzijdige effecten, de economische, sociale en gezondheidsgevolgen van COVID-19-pandemie aan te pakken en interventies die de risico's verminderen en de veerkracht of het herstel van bevolkingsgroepen met een hoog risico te bevorderen, kunnen we onze lange termijn respons op de pandemie verbeteren. En zo kunnen we ons effectiever voorbereiden op toekomstige noodsituaties op het gebied van volksgezondheid en andere mondiale bedreigingen. Dit alles kan niet worden bereikt zonder een multilateraal systeem. Alleen door multilateralisme kunnen we onze doelen als internationale samenleving bereiken. En alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we blijven werken aan een nieuw multilateralisme. Daarom, heer Sitaldin, aan u de bijzondere taak om ook de nationale belangen van Suriname binnen de Verenigde Naties te gaan behartigen. Dan denk ik met name aan het vraagstuk van klimaatfinanciering, de onrealistische, oneerlijke en contraproductieve klassificatie-instrumenten, waardoor wij als land bijna geen toegang hebben tot concessionele financiering om onze economie opnieuw te starten. Suriname heeft sinds het lidmaatschap van de Verenigde Naties in 1976 een intensieve samenwerking met diverse organisaties, waaronder UNDP, UNICEF, UNFPA, FAO, UNODC, UNHCR, OHCHR en overige gespecialiseerde organisaties die u verder zal moeten onderhouden en uitbreiden. Het buitenlands beleid is mede gestoeld op de principes en doelen zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties. De hoofdtaken van de permanente vertegenwoordiging
van de Republiek Suriname bij de VN zijn er ook om de bijdrage van de Republiek Suriname aan mondiale ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken te leveren en de positie van Suriname in de Verenigde Naties te verduidelijken. De permanente vertegenwoordiging zal hiervoor rapporteren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en waar nodig adviezen uitbrengen. U zult tevens diepgaande analyses moeten maken van politieke en economische ontwikkelingen op de agenda van de Verenigde Naties en tijdig signaleren geven aan datgene waarop de regering adequaat kan inspelen. Hierbij is voor ons land belangrijk dat de inzichten van de regering met betrekking tot mondiale vraagstukken die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van Suriname, tijdig en op de juiste wijze worden geëntameerd. En dat standpunten die binnen deze organisatie worden genomen, op geenerlei wijze negatieve effecten zullen moeten hebben voor onze samenleving. Tot slot, heer Sitaldien, ambassadeur, wens ik u succes toe in de uitoefening van deze nobele functie. En ik spreek de hoop uit dat u op waardige wijze Suriname zal vertegenwoordigen. Ik, als ook het volk van Suriname, rekenen op u. Veel succes toegewenst. Gefeliciteerd. God bless you. Thank you. Het is voor mij een waar genoegen en een voorrecht u allen hier de morgen te mogen toespreken als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. Een voorrecht omdat het voor mij een grote eer is om door de president te zijn aangesteld als de permanente representative van de Republiek Suriname bij de VN. President, ik ben u zeer erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen om dit ambt te mogen bekleden en daardoor te kunnen bijdragen aan het behartigen van de belangen en idealen van Suriname bij de UN. Een grote verantwoordelijkheid, zoals u dat ook hebt aangegeven, welke ik naar eer en geweten met veel genoegen zal dragen. Ik zal me ten volle inzetten om met ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en ook de medewerkers op de missie, de positie van Suriname zodanig verbeteren om de doelen welke gesteld in het buitenlands beleid te realiseren. Nou, wij hebben net inderdaad beëdigd als ambassadeur de heer Sunil Sitaldien als onze permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Zo is zijn officiële titel. Maar hij heeft de rang van ambassadeur. En hij zal Suriname vertegenwoordigen in New York. Dat is zijn standplaats bij de verschillende VN-organisaties. De Verenigde Naties is een belangrijk wereldorgaan. Wij kunnen daar niet wegblijven. Wij hebben al vanaf 1975 een permanente missie daar. Hij zal die leiden. Er is veel werk te doen. Ik ken de heer Sitaldien. Overigens geen onbekende op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is daar werkzaam. Hij heeft jarenlange ervaring in de diplomatie. Is consul-generaal geweest van Suriname in Miami. Dus heeft ook ervaring met de buitendienst. Ik denk dat het een hele goede kandidaat is die bereid is gevonden om deze taak op zich te nemen. Er valt veel te doen. Zowel op het stuk van het politieke werk in de Verenigde Naties als ook op het stuk van internationale samenwerking. Wij gaan heel sterk focussen op internationale samenwerking. Simpelweg omdat we vinden dat binnen het VN-systeem er veel meer te halen valt voor het land in termen van ondersteuning. De UNDP is het ontwikkelingsorgaan van de Verenigde Naties. Daar moeten we meer uit kunnen halen in termen van technische bijstand, maar ook in termen van kapitaal voor ontwikkelingsprojecten. Een andere belangrijke zaak voor ons is, naast het politieke werk in de multilaterale diplomatie, zoals dat heet, is het aangaan van en het versterken van bilaterale connecties. Omdat eigenlijk in New York en de Verenigde Naties alle onafhankelijke landen in de wereld zijn daar lid van. En wij zijn dus daar in een omgeving met 193 andere landen. En dat geeft ons een mooie gelegenheid om, waar we geen missies hebben, waar we dus geen
fysieke aanwezigheid hebben om met die landen contact te hebben in New York. Dat is ook de bedoeling dat we dat gaan doen. Verschillende landen met wie we nog geen diplomatieke betrekkingen hebben zullen worden benaderd. We zullen ook met die landen praten over het versterken van de bilaterale relaties tussen Suriname en die landen. Ook in het kader van het aantrekken van investeerders. Dus er ligt zowel op het terrein van de politiek, van de internationale samenwerking, van de bilaterale contacten, van investeringen, enorm veel werk dat gedaan moet worden. En wij hopen en wij rekenen erop dat ambassadeur Citaldin zijn werk naar behoren zal doen. En dat we uiteindelijk dus kunnen praten van een succesvolle missie. Geweldig. Het is een mooi moment, niet alleen in mijn carrière, maar ook in mijn leven. Ik ben sinds mijn jonge jaren verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik heb verschillende functies bekleed op het ministerie. Ik heb zelfs Suriname mogen vertegenwoordigen in het buitenland. Dat was als consul-generaal in Miami. En nu dit moment. Dus het is de next step om het zo uit te drukken. En het voelt heel goed aan. Ja. Geweldig. Op welke manier denkt u invulling te geven aan het buitenlands beleid van Suriname als ambassadeur? Nou, u moet ook moeten begrijpen dus dat de VN, ik ga als permanente representative van Suriname bij de VN. Dus de eerste focus is uiteraard het werk van de organisatie te volgen en ook natuurlijk te participeren in zoveel mogelijk in de werkzaamheden van de VN. Er zijn een heleboel organisaties, vergaderingen, waar we dan op die momenten het beleid van het buitenlands beleid van Suriname kunnen uitdragen. Voor dat gedeelte gaat het vooral om de standpunten van Suriname goed kenbaar maken. Weten wat wij willen als land. Zoals de president ook zei, we moeten voorkomen dat Suriname benadeeld wordt. Dus het gaat heel belangrijk zijn en het is daarom een belangrijk forum om onze standpunten kenbaar te maken. En eigenlijk om onze standpunten te verdedigen. En het verdedigen van die standpunten doe je alleen maar op basis van jouw eigen belang. Dus op basis van ons eigen belang gaan we dus de belangen van Suriname dus daar gaan behartigen. Dus als ik daar zo naar uw antwoord luister, denk ik zo aan die COP26, waarbij is dat een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, weet u, waar we dus als land heel duidelijk hebben gesteld van wereld, wij vormen de longen, wij zijn de longen van de wereld. Maar wat krijgen we daarvoor? Bovendien, wij zijn niet de veroorzaker van dit wereldprobleem. Dus we vinden als land, zeker als land, dat voorziet in zeg maar de zuurstof voor een groot deel, voor de zuurstof aan de wereld, willen we gecompenseerd worden, weet u. En dus dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van opkomen voor je eigen belang. Geweldig. De president zei ook in zijn toespraak, waarbij hij aangeeft dat gewerkt zou worden aan het bevorderen van de bijdrage van Surinamers in de diaspora. Hoe zal u daaraan invulling geven? Oh, zeker weten. Ik heb, net wat ik zei, diaspora is, zoals iedereen dat weet, heel belangrijk. Een belangrijk onderdeel in het beleid van de regering. En zeer terecht ook, tot misschien nog niet helemaal goed begrepen. Maar de diaspora, ja, vele landen maken gebruik van hun diaspora om de ondersteuning te krijgen ten behoeve van de ontwikkeling in het eigen land. En ook zo Suriname. De president heeft vanaf het begin dus echt daarop benadrukt. Hij heeft deze issue op de agenda gebracht en we gaan daaraan werken. En ik zit in de goede positie, of ik heb het voordeel dat ik toen in mijn periode in Miami al eigenlijk een beetje het diaspora beleid ben gaan uitvoeren. En wat deden we? En dat is wat we ook gaan doen in New York. Alhoewel, dat moet erbij gezegd worden, alhoewel dat niet officieel zijn we natuurlijk aangesteld bij de VN. Maar dat neemt niet weg dat wij ook natuurlijk binnen de regels ook andere activiteiten mogen gaan ontplooien. En als de president dat vraagt, dat we dat moeten gaan oppakken, gaan we dat zeker doen. Er is een vrij grote gemeenschap, Surinaamse gemeenschap, vreemdelingen van Surinaamse afkomst, maar ook Surinamers die daar wonen, die echt graag een bijdrage willen leveren. Wat we gaan doen is direct het contact oppakken. Helaas
COVID belemmert veel, maar desalniettemin het contact met de gemeenschap gaan oppakken. Beginnen te na te gaan hoe we gestructureerd, let wel, want dat is mijn visie. We moeten georganiseerd en gestructureerd kijken hoe de gemeenschap al daar aan de hand van onze behoeften in Suriname, hoe ze bijdrage kunnen leveren. Dus we gaan er keihard tegenaan. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Thank you.